Rob de Loof maakt in zijn atelier aan de Europalaan speciale muziekdoosjes gemaakt van Utrecht stadshout. Ja, dit is begonnen toen een collega van mij met hout af en toe de werkplaats binnenkwam. En dan wist hij precies van elke plank waar de boom stond. En wat voor hout natuurlijk. En dat heeft mij ook, dat vond ik zo'n gaaf concept eigenlijk. Dat me heeft geïnspireerd om ook een apart product of iets te bedenken. En dat is dus in dit geval bij mij muziekdoosjes. Als meubelmaker maakte ik, als er dan in mijn vriendenkring een kind werd geboren, dan heb ik wel eens een aantal keer al een muziekdoosje gemaakt. Dus ik denk dat dat al, zeg maar, in mijn onderbewustzijn zat toen ik dat stadshout ontdekte. En dat, nou ja goed, ik heb ook wel een gehoor voor muziek, dus ik hou erg van muziek, zoals heel veel mensen natuurlijk. En ik heb ook jarenlang bijvoorbeeld gewoon zo'n mechaniekje had ik thuis. En af en toe dan pak je dat eens even en dan deed ik dat zo op een tafel of op een klankbord iets. En dan, weet je, dat fascineert gewoon. Het heeft gewoon iets fascinerends, zo'n mechaniekje eigenlijk, heel eenvoudig, waar dan dus de essentie van een muziekstuk in zit. Ik kan natuurlijk niet uit elke straat op bestelling iets maken, want soms denken mensen dat ik dan 's nachts met een bijl rondslijp om een boom om te hakken. Dat is natuurlijk niet zo, dus het is maar net of er iets is uit die straat. Maar ik heb echt vaak al mensen gehad die bijvoorbeeld de Kers Oude Noord, dat mensen daar geboren zijn of in het Moreelse Park of het Wilhelmina Park, weet je, dat mensen daar echt met dat park iets hebben. Hè? Misschien hebben ze daar hun geliefde ontmoet. Hè? En dan is het natuurlijk wel apart als je dus daar dan een muziekdoosje van krijgt.